Ondernemers in de binnenstad van Paramaribo hebben vandaag op enkele na hun winkelzaken geopend. Volgens Patrick Toria, mede-eigenaar van Toria NV, nemen de zakenmensen een afwachtende houding aan voor hun eigen bestwil. De ondernemer merkt op dat de situatie die zich op 17 februari heeft voorgedaan onvoorstelbaar is en een gevoel van vrees heeft achtergelaten. Kijk, we weten wel dat Suriname vredelievende mensen zijn en vaak praten en schelden, maar dit gaat een beetje te ver. Als je naar boven hier kijkt, ziet u ook ja toch, dat er, wij voelen ook wat honger is. Ja toch? We werken ook keihard, hè? We merken ook elke btw-verhoging, waterverhoging, stroomverhoging, alle verhogingen merken we ook. De koopkracht was al nul, het is nu 0,0 geworden met nog een nul erachter. Dus het is voor iedereen, wij merken het ook. Ja toch, wij zijn ook mensen die het voelen. Maar dit kan niet. Ja toch, dat er glazen worden ingeslagen, het hoeft niet. Het hoeft niet. Kijk, we vinden het ook vervelend dat dit moet gebeuren. Ja toch, nog steeds voelen we met de mensen mee. De zakenman stelt verder dat actievoeren mag en mensen hun mening mogen uiten. Echter zijn er kwaadwilligen die zich mogelijk tussen de groep bewegen en deze misdaden hebben begaan, zoals het leegplunderen van winkels, meent de ondernemer. Zelf heeft Toria NV niet veel schade opgelopen. Aan de bovenzijde van het gebouw zijn glazen ruiten kapotgeslagen met stenen. Ik vind dat de politie veel harder en veel daadkrachtiger moet optreden, want op dit moment heeft de politie straalt niks uit. De politie straalt geen macht uit, de militairen stralen geen macht uit, men loopt cordons te maken. Terwijl men hier een cordon maakt naar voren, breekt men voor de politie in, breekt men achter de politie in. Dat is geen praten, dat is zien. We hebben het hier meegemaakt, het is gefilmd voor ons, we hebben het meegefilmd. De politie heeft geen macht op dit moment. De politie moet, ik zeg de politie, maar ik bedoel de militairen, de MP enzovoort. Tuurlijk, het zijn ook mensen die ook meevoelen, maar ze moeten iets meer tonen wat ze kunnen. Ja toch, want zolang dat niet gebeurt, ja toch, dat gaat. Dan ga je krijgen dat die mannen zich meer voelen, de rovers. Ik heb het over de rovers. Toria zegt dat niet alleen hij, maar ook andere ondernemers nu met hun wapens moeten zitten in hun winkels. Dit is om zichzelf in bescherming te nemen vanwege onzekerheid wat betreft het veiligheidsgevoel. De emoties die met dit alles gepaard gaan zijn niet mals, besluit de ondernemer.